Ik wil jullie even een kort trucje uitleggen voor als je je haar los hebt. Dit is een trucje om meer volume te krijgen zonder te veunen. Of als je een uitgroei hebt en die valt net even te veel op en je hebt nog geen tijd om het te laten verven, is het ook een hele handige truc. Zeker als je op foto moet, dan valt die namelijk niet meer op. Wat je doet, is je kampt je haar helemaal naar achter. En wat je nodig hebt nu is een puntkam. Heb je nou geen puntkam, dan kan je ook een balpen gebruiken die het niet meer doet. Of een balpen met de punt in. En wat je gaat doen, dat moet ook op gevoel, je gaat een zigzag maken. Zo, dan hou je de punt op je hoofd vast. En dan moet je ze even opsplitsen beide kanten. Zo. Dan kam je beide kanten weer goed. Kijk, en zoals je ziet, heb je nu heel snel een zigzag. En omdat je tegen de haargroeirichting ingaat, wil je haar automatisch dit gaan doen. Dus een hele makkelijke truc. En wat ik net zei, je kijkt dan ook niet meer scheiding in, waardoor ook een uitgroei niet meer opvalt. Zie je, dus het is een heel makkelijk trucje om te doen. En je kan hem ook, zal ik even alles naar achter doen. Je kan hem ook wat fijner doen, want ik deed nu vrij grof. En wat ik zei, je voelt wat je doet. Dus daar gaat het om. Je moet goed opletten dat je die zigzag een beetje gelijkmatig maakt. Zo, en dan kwam je haar weer door. Zeker met lang haar kun je niet voorkomen dat het een beetje in een lus gaat. Dus daarna kwam je hem gewoon weer door. Zie je, en nou is die wat fijner. Waardoor je gewoon altijd haar hebt dat lekker zit. Dus als je een keer geen tijd hebt om je haar te veunen of wat dan ook, is dit een ideale oplossing. Tot ziens!